Hij komt eraan, hij gaat starten. Hartstikke mooi. Nou, ik heb er zin in om te zien wat de mannen ervan van maken. Rond 12 uur arriveerde vanochtend het 21ste aanvalsquadron van het Korps Mariniers op het oefencomplex van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Op het Dordtse industrieterrein Dordtse Kil. Ter geruststelling, het ging vandaag nog om een oefening. De opdracht is om een groep vijandelijke eenheden die zich hebben verschanst in een huis, om die te verrassen met een helikopterinzet. Snel te verplaatsen naar dat huis en vervolgens alle vijand in dat huis uit te schakelen. Ja. Wat hebben zij materiaal bij zich? Zij hebben best wel modern materiaal bij. Ze hebben sluipschutterswapens bij. Ze hebben gewoon hun eigen persoonlijke wapens bij. Deze mariniers zijn net eigenlijk gereed met een vrij uitgebreid opwerktraject van een jaar. Waarbij ze volledig opgewerkt worden, zoals wij zeggen, van zero naar hero. En deze mariniers staan op 48 uur notus om waar ook ter wereld in alle hoogtes van het geweldspectrum ingezet te worden. Afgelopen jaren stond het budget voor Defensie nog ter discussie. Na jaren bezuinigen laat de situatie in de wereld het niet meer toe dat er nog verder ingeleverd wordt. Zo besloot het kabinet. En dat betekent meer financiële ruimte. Er is weer zonneschijn na de lange termijn regen, zoals ze dat mooi spreken. En je ziet dus inderdaad dat er ook investeringen worden gedaan, waar wij op korte termijn al rendement van zien in onze uitrusting die de mannen nu hier aan hebben. Er zijn gewoon winterjassen komende winter als er in het noorden van Europa geoefend gaat worden. Ja, we gaan met meer dan 1000 man aankomend jaar richting het Noord-Noorwegen op een nieuwe locatie. Dus er wordt maximaal geïnvesteerd en samengewerkt met onze nationale partners en internationale partners. Rond 2 uur vanmiddag was het einde oefening en keerde de rust in Dordrecht terug.